In die vraag, heb je ook ervaring met recreatiewoningen verhuren via Airbnb in het buitenland, zoals Spanje, Italië? Nee, wij zijn wel, dat is wel een leuk verhaal. Wij zijn afgelopen weekend zijn wij in Noord-Frankrijk geweest, in de Ardennen. En wij verhuren hier in de buurt ook een woning voor iemand. En dat ging zo goed. We hadden echt binnen no time hebben wij daar gigantische omzet voor gedraaid. Dus hebben we een samenwerking mee. En zo kwamen wij bij hem terecht. En die heeft een leuk kasteeltje in Noord-Frankrijk. En die gaan wij er waarschijnlijk ook eerder bij nemen. En nou, dan hebben wij er ook ervaring mee. Maar ja, wat ik al zei, dit trucje, het is allemaal online toe te passen. Maar je moet wel nadenken, als ik het in het buitenland ga doen en jij gaat erheen. Oké, wat kan er gebeuren? Ik heb een schoonmaker nodig die goed is. Het liefst eentje die een beetje meedenkt. Want je schoonmaker is jouw visitekaartje. Dan heb jij iemand nodig die de was doet. Nou, dat zou mooi zijn als dat de schoonmaker is. En je moet een troubleshooter, slant klusjesman daar ter plaatse hebben. En die ga je gewoon dan betalen. Alle websites, ja, dat zijn er echt. Nou, ik heb een lijst gemaakt in de cursus ook. Er zitten er meer dan 50 in. Je hebt natuurlijk de grote websites, Booking, Airbnb. Die kun je natuurlijk allemaal gewoon verhuren vanaf je laptopje. Waar dan ook ter wereld, sorry. En dat doen wij dan ook. Dus ja, je kan van huis uit, kan je dit gewoon ook op die manier gaan regelen. Je hebt alleen ter plaatse wel even iemand nodig die kan inspringen, mocht er wat gebeuren. Ja.